Want jullie gaan vanavond ook meelopen met de fakkeltocht? Ja, absoluut. Wat wilt u hiermee bereiken? Wat we graag willen is dat de gaswinning gewoon omlaag gaat. Nul is niet realistisch, daar zijn we ons best van bewust. Maar het moet meer dan de 3 miljard die KAM nu voorgesteld heeft. 30 miljard wat geadviseerd is aan het kabinet 2 jaar geleden, dat is gewoon hetgene wat het zou moeten worden. Zodat we gewoon veilig hier kunnen leven en ook zonder dat we iedere keer angst hebben met de minste geringste rommel die we ook maar horen in onze omgeving. Hey. Alleen iedereen heeft vermoedelijk zijn eigen insteek ook om acties te voeren of gewoon het op een andere manier onder de aandacht te brengen. Ja, Schokken Groningen, daar ben ik altijd gewoon heel duidelijk in geweest. Wij doen acties alleen. We doen acties met andere groepen in wisselende samenstellingen. En in die zin hebben wij feitelijk met alle actiegroepen hebben wij al actie gevoerd. Dus nu zie je dus dat er een aantal nieuwe groepen bij zijn, hè, zoals Milieudefensie, Natuurmilieu of Milieufederatie Groningen. Groen Front zit erbij, maar ook daar met Groen Front hebben wij dus al acties gehad. Dus ja, in die zin, er was altijd wel van samenwerking, alleen nog nooit alles in één keer. En dat is nu dus vanavond. Oké, en wat vond u van het besluit wat gisteren door minister KAM bekend is gemaakt? Het doet me nog zeer. Best een klap in gezicht gekregen van KAM. Ja. En wij hadden wel verwacht, hoor, we hadden al gezegd van, ja, hoeveel zou u teruggaan? 500 miljoen kuub. Nou ja, dan is het ongeveer 3 miljard geworden dan, maar we weten jou toch gewoon. Dat zegt eigenlijk niks voor de veiligheid van de Groningers. Ja! We hebben gedemonstreerd, bezet, aangiftes gedaan en gepraat. Keer op keer zijn we niet serieus genomen. Aangiftes raakten zoek, bezettingen kwamen niet meer in de media. En praten heeft pas zin als je gelassen naar je geluisterd wordt. Ja! En kunt u vertellen wat u vindt van het besluit van minister KAM? Ja, verzekerlijk. Dus, maar dat is toch wel logisch. Dus, En kunt u ook vertellen waarom u dat verschrikkelijk vindt? Nou, ik dacht van die schade is allemaal van de huizen. Ik heb zelf ook 2 keer schade, dus ik bedoel, daar word je niet vrolijk van. En de schade die u heeft, wordt dat goed verholpen of wat vindt u daarvan? De eerste schade is wel verholpen, maar de tweede schade zit erop te wachten. Al 3 mensen. Wat hoopt u te bereiken met vanavond? Dat de kraan een stuk dicht gaat. Aan de overkant kan ook bakken.